Als gemeenschap van mensen in deze mooie stad, ook al zei het echt een mooie stad, terug op een week waarin drie van ons op een afschuwelijke manier door geweld van het leven werden beroofd. Waarin de levens van talrijke anderen uit onze gemeenschap levenslang zwaar beschadigd werden. Burgemeester Gerritsen, wat een week. Een hele sombere, moeilijke week voor onze hele stad. U heeft hier net een toespraak gehouden. Ik kon merken dat u ontdaan bent van wat u meegemaakt heeft deze week. Want het is nogal wat. Hoe bereid je je hierop voor? Zo'n week overkomt je. Overkomt ons allemaal. We weten niet wat er in zo'n week gebeurt. Maar een burgemeester omringt zich met hele goede adviseurs en hele goede begeleiders om zijn of haar werk aan te kunnen in zo'n week. En als burgemeester heb je zorg voor de stad. Zorg ook voor de mensen die het leed rechtstreeks over zich heen krijgen, maar ook de wijken waarin dat gebeurt. En dat is deels intuïtief, dat gaat deels op je gevoel. Werk je daarin? En voorbereiden is daar niet bij. En gelukkig is dan eigenlijk het moment van waarom we vandaag bij elkaar zijn. De Walk of Peace en de momenten die daarin zitten. Die geven, en ja, gelukkig is het verkeerde woord. Maar die geven in zo'n week, aan het eind van zo'n week, wel het podium om met de mensen in gesprek te gaan over wat er deze week allemaal gebeurd is. Ja. En kan de gemeente op basis van maatschappelijk, sociaal hier nog iets mee voor de rest? Nou, wat de gemeente samen overigens ook met de woningbouwcoöperatie, met de politie deze dagen vooral doet, is in de Ossenkoppelhoek, waar dat vreselijke incident gisteren is gebeurd, aanwezig zijn. Ook zorgen als er mensen zijn die daar behoefte aan hebben, ze een luisterend oor te bieden. Soms professioneel met slachtofferhulp, soms gewoon informeel met de buren. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou dat hoeft niet, hè. Ik red mij daarmee of ik heb dat gevoel niet, dat is niet erg. Maar we proberen er nu juist te zijn voor de mensen die, en al zijn het er maar 5 of al zijn het er maar 10, dat we toch voor die mensen er kunnen zijn.